Ons wrak van de weg werd enige tijd geleden midden in het Hollandse polderland aangehouden. Op die wegen wordt in het algemeen erg hard gereden, wat extra gevaarlijk is met een gammele auto. En gammel was de auto toen hij door de politie werd aangehouden. Aan de onderkant was hij namelijk zo ver doorgezakt dat het een onherkenbaar merk was geworden. Wachtmeester, waarom hebt u de auto aangehouden? Wij hoorden dat de uitlaatlek was en de auto is al 10 jaar oud. Dus daarom hebben we hem even gecontroleerd. Wat vond u toen? Nou, we zagen dat de chassisbalken slecht waren. Toen de motorkap open ging, zagen we ook dat hij van binnen heel erg slecht eruit zag. Maar die neus ging niet zo ver voorover als nu, hè? Dat klopt. Dat is later gebeurd toen we hem op wilden krikken. En u hebt met de eigenaar gesproken, hè? Was hij verbaasd toen u hem aanhield? De eigenaar was verbaasd. Hij wist helemaal niet dat de auto zo slecht was. Reed hij veel met die auto? Hij gebruikte de auto voor het vervoer van zijn woonhuis naar zijn werk. En waren dat veel kilometers? Dat zal ongeveer 50 kilometer per dag wezen. En zat er ook een stuk grote weg bij? Er zit een stukje weg bij, wat druk, waar veel verkeer gebruik van maakt. En ook een stukje dijk zat er bij tussen. Laten we ons tot de voorkant beperken, want die is verreweg het ergst. Die is inderdaad het ergst. Hij biedt op deze manier natuurlijk een wat onnatuurlijke indruk zo. Maar de collega zei het al, de oorzaak moet gezocht worden in het feit dat het voertuig is opgekrikt. En daardoor die breuk is ontstaan, kunnen we zo niet zien. Dus zullen we even onder de motorkap moeten kijken. Kijken we naar het binnenscherm, dan zien we dat de zaak hier helemaal is losgeroest en helemaal gebroken. Niet alleen aan deze kant is dat zo. Maar als we aan de andere zijde kijken, dan vinden we daar precies dezelfde breuk ook weer terug. Die breuk die zet zich door, helemaal naar beneden toe, waar het hulpchassis ook volledig is afgebroken. Nu we toch aan deze kant zijn, zien we ook dat de accu volledig los staat. Nou, als we een crash maken of een noodstop met die auto, dan lopen we het risico dat die accu ergens tegenaan valt met de pluspool. Vonkenregen en een brandje, dat is het gevolg daarvan. Maar nu, die breuk helemaal aan de voorkant van de auto, wat voor gevolgen kan dat hebben? Nou, als er fors wordt afgeremd, noodstop of iets dergelijks, dan verplaatst het gewicht zich naar voren en dan is het, ligt het voor de hand dat die een nog grotere breuk vertoont dan het nu het geval is. En dus? En dus, breken zal die niet, maar het is toch natuurlijk erg gevaarlijk omdat hij zich met de neus dan bijna in de grond boort, als het ware. En wat nu, adjudant? Vernietigen natuurlijk. Klakstongetoeter als zwanenzang werd het bestaan van deze auto beëindigd. En onze uitzending ook trouwens. We zijn er weer op donderdag 4 december. Graag tot dan.